Weer een videoblog. Goedemorgen. Het is zondag 7 juni is het al. Ja. En wij gaan vandaag naar de stripbeurs in Hilversum. Wij gaan naar de stripbeurs in Hilversum. Mijn zoon, daar is mijn zoon, die gaat ook filmen. En nou, wij gaan dus met z'n allen gezellig naar de stripbeurs. Ik doe wel even raam open. Het is behoorlijk warm. Dus dat wordt weer zweten vandaag. Maar wij gaan naar de stripbeurs. In Hilversum. De eerste stripbeurs in Hilversum. Zo. You shall pass. Goedemorgen, het is zondag, dat weten we al. Dit is de Gooise stripbeurs. Mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Ja. Dat jij bent inkooptopper. Ja, dit is de reeks die ik teken. Teken jij? Oké. Dat is leuk. We zijn natuurlijk op de stripbeurs. In Hilversum. Nee, maar het is leuk, jongen. Waar gaat dit over? Ja, dit is een opdrachtstrip die ik maak voor een inkoopafdeling. Ja. Die willen heel graag hun eigen avontuur terugzien in stripvorm. Oké, dus alles wat hierin staat is ook echt gebeurd? Nou, het is allemaal gebaseerd op echte situaties die ze tegenkomen tijdens hun werk. En daarom is het niet per se iets voor strippers, maar het is voor mensen die in de inkoop werken is dat wel een... Die kunnen zich gewoon een beetje in herkennen. Dus. Dit boekje dat is wel gewoon eigenlijk geschikt voor het grote publiek. Gordon. Het gaat over een speenvarkentje die eigenlijk ontsnapt is aan een boerderij. Oké. Okay. Ik vond het zo leuk, daar ben ik van strip van blijven maken. Nou, dat is leuk. En je hebt ook badges, zie ik, en buttons. Inderdaad. Dat zijn ook allemaal figuurtjes die je zelf gemaakt hebt. Dat is van mijn autobiografische stripje. Je autobiografisch stripje.
Je kunt zien aan het tandje dat ik dat ben. Oh, daar ben jij. Ja. De buttons, dat zijn dat is mijn vriendin. Je vriendin, je hond, de katten. En dat is eigenlijk mijn debuutalbum. Alleen daar ben ik nog steeds aanwezig. Hallo. Dat is leuk. Dus dat kaartje mag weer alle andere meijer laten zien. Nou, dat snap ik net. Hartstikke hoor, dankjewel. Hey. Ik wil gewoon een B-Max. Dat is my personal. Wow. Nee, ik ben niet de cosplay vandaag. Nee, dat zie ik. Pretending we're having a good time. And in fact, we are. We are? Sure. Not with your jokes. En dan mag nou ook de achterklep dicht. Ja, ja. Zo. Ja, dat heb je in een Fiat Doblo met een achterklep. Dat rijdt bijzonder luchtig. I feel sorry. Maar dan zie ik ook niemand reageren. Do you want to talk about this? Niemand, hè? I just did, didn't I?
Ik heb mijn bril op, maar dat is... Ik sta hier bij Joep. Hallo Joep. Hoi. Oh. Dat is Joep van de Weide. Ja. Dat is een hele goeie. Dag Joep. Hoi. Zo. En wat heb jij allemaal voor mooie dingen, jongen? Dit is een nieuw album die ik aan het maken ben. Die ben je aan het maken? En dat maak je dus helemaal met grote... Op A3. Op A3? Ja. En het wordt gewoon een A4 album, neem ik aan? Ja, wordt het allemaal wat kleiner? Ja, die wordt kleiner. En de tekst via de computer. En de tekst doe je via de computer? Ja, maar dan kan je hem ook makkelijker vertalen, zeker? Als je in het Engels moet, dan wordt Frans, Duits, Spuits, Spaans en zo. Ja, toch? Of niet? Een kist bekender worden om het ook in andere taal. Nou, daar gaan we toch even voor zorgen. Koop de stripboeken van Joep. Kijk. Nou. En hoe heet jouw stripserie ook alweer? Deze heet Drie Landen. De Drie Landen. En de Oorlog en het Geheim van de School. En het Geheim van de School. Wacht even, het Geheim van de School. Die moet ik ook nog even hebben. Het Geheim van de School. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik ken die volk. En hier zitten we bij Caro de Vogel. En kijk eens wat die allemaal voor moois maakt. Het is allemaal een beetje Guus Vlater. Ja. Zie je dat? En volgend jaar met mijn eigen werk. Volgend jaar, zegt u? Met mijn eigen werk. Met je eigen werk? Ja. Oké, okay, maar dit is ook best mooi hoor. Ja, maar het is toch bestaande. Ja, maar goed. Evengoed is het natuurlijk heel knap om het zo te maken. Absoluut. This is a very famous manga. Oh, very famous. Yeah. Yes. His request is a typical Japanese boys manga style. Yeah. But a very dark boys, dark manga style. He's very dark. Very dark manga style. Yeah, he has black hair. Yeah, black hair and also dark shadow on the face. Yeah. Deze mevrouw heeft mij heel leuk op tekening gezet, zoals je nu kan zien. Oh, dat lag misschien. Pak ze de hond. Hij kan praten. Oh, ja. Videoblog. Oh, videoblog. Videoblog, ja. You're famous. Oh ja, you're famous. Oh. You are famous. I'm famous. Oh, I didn't know. Yeah, yeah. Hey, that is what famous people do. No? Oh, I didn't know. Famous in here or something. En dat was de stripbeurs van dit jaar, de allereerste editie. Reuze naar mijn zin gehad. En dat zag je ook wel aan de interviews en zo. En ze zijn hier natuurlijk allemaal achter mij allemaal aan het opruimen, zoals je ziet. De ballonnen worden weggehaald. Ik weet niet of je dat kan zien. Dat was het inderdaad dus, de stripbeurs. De ballonnen zijn kapot. We gaan weer op huis aan. En het was hartstikke gezellig. Dus dat gaan we de volgende keer natuurlijk weer doen. Ik hoop jullie graag even op een andere manier weer te zien. En tot de volgende blog. Zo, nou, we gaan dus weer naar huis. De auto wordt gestart. En we gaan de riem om. En wij gaan... Weer naar het huis. We're going to the real world. What? We are going to the real world. The world. Oh, lastig parkeerterreintje hoor dit. Tjonge, joge, joge. Boom. Lang en niet, lang en niet.
Nou, wij gaan weer naar huis. We gaan weer op weg naar huis. Dit was de eerste stripbeurs editie 2015. We zullen er vast en zeker nog wel meer volgen. Het was op zich hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Absoluut voor herhaling vatbaar.